Op 26 april zijn de gelukkige onderscheidingen uitgereikt. Vijf daarvan gingen naar overvechters. Met twee van deze decoranten spreken we vandaag. Met meneer Ramsoek en mevrouw Debbie Persat. Nou, ik was er een heel erg verrast. En op dat moment was het, het drong niet echt helemaal door. Maar toen het eenmaal doordrong van wat het betekent, was ik echt heel, heel trots op mezelf. Die, en ik dacht, nou, ik ben inderdaad beloond voor al het werk die ik tot nu toe heb mogen doen en kunnen doen. Raj, jij hebt als bestuurslid van de stichting ASHA. heb jij koninklijke onderscheidingen aangevraagd dit jaar voor twee overvechters. Waarom voor mevrouw Debbie Persat? Mevrouw Debbie Persat, Florita Debbie Persat, is al meer dan 30 jaar in de stad Utrecht actief. Bij de Adi Samaj, dat is een uh, hindoe-organisatie. Maar ook bij Stichting Asha, meer dan twintig jaar. We hebben een project ouderen in Utrecht. En iedere donderdag hebben we activiteiten hier. Maar om al die activiteiten uit te kunnen voeren... moet je heel veel voorbereidingswerk doen. En daar is ze actief mee. Toen eenmaal mijn uh, werk van, van school, ik ben leerkracht geweest... afgelopen was, kwam ik overdag dan bij... Uh, Asha terecht. En daar heb ik ook, begint altijd met een uh, gymnastiek. Ik ben dus een gymleerkracht geweest, als het ware, voor hun. Heel lang tot ik, ja, het gaat, het, gezondheid speelt niet altijd uh, mee. Dus uh, op een gegeven moment is het langzamerhand eruit gegaan. Maar ik ben nog steeds betrokken. Alles wat binnenkomt, ergens naartoe gaan, ergens vertegenwoordigen via Asha ben ik aanwezig, zo ook met het 900 jaar bestaan van Utrecht. Wat betreft de oorkonde die heb ik heb gekregen, ik heb drie, vier oorkondes gehad van de instanties, maar wat ik dit keer heb ben ik ben echt blij dat ik mijn diensten, zo'n 30, 35 jaar wat heb gedaan, is echt verdiend. En waarom heb je hem voor meneer Ramsoek aangevraagd? Meneer Rob Ramsoek is een hindoe-priester, hindoe-geestelijke, en dan merk ik inderdaad de deelnemers die bij Stichting Asha komen, dat mensen soms vragen hebben. Levensvragen en noem maar op. En wat we altijd hebben gedaan is inderdaad mensen naar hem toe verwezen. En daarnaast is hij meer dan 30 jaar hindoe-priester in Stad Utre, maar ook in Enschede, Almere, Arnhem. En hij verdient dat. Waarom doet u het allemaal? Het is in feite het bedoel van ons. Ik ben een kwarkaster, ik ben een Brahman. Mijn opa deed dat mijn oom deed dat. dus het hoort in mij. Als je geboren bent in een Brahman-kasteel, zeg de geschriften, dan moet je het doen. Als priester je moet het geestelijk begeleiden. En dit is echt een waardering voor al het werk wat u doet, hè? Hoe reageerde uw, uh, uw omgeving erop? Positief, ze waren allemaal blij, ja. Ze hebben me gewaardeerd, zeiden dit is de hoogste punt wat ik heb gekregen, zelf uit zijn naam heb ik. Hè, en ik ben ook van harte ben ik ook erg blij dat ik heb het kunnen krijgen. Was de verrassing voor u? Was ja, Ik wist het niet eens.